mijn enthousiasme over paleo. Wanneer is dat ontstaan? Dat is eigenlijk, denk ik, vorig jaar ontstaan, in 2013. Ik kwam er in aanraking mee doordat ook vrienden al volgens de paleo-eetstijl aan het eten waren. En, ja, toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, misschien is dat wel wat. En ben ik me er wat meer in gaan verdiepen. En ook wat meer recepten gaan testen. En toen kwam eigenlijk het idee samen met mijn vriend om ja, een maand lang eigenlijk paleo te gaan eten. Dat je echt wel, ja, verschil gaat merken of gaat voelen wat het met je doet. En dat hebben we gedaan. En nou, dat was natuurlijk wel een uitdaging, want ja, de grootste uitdaging was natuurlijk om rijst, aardappelen en pasta te laten staan. Ik moet zeggen, tussen de middag ja, was dat eigenlijk niet zo moeilijk voor mij, want ja, ik verving mijn broodmaaltijden al door salades, dus dat was ideaal. En ja, we hebben het eigenlijk echt heel goed ervaren. We hebben zelfs tijdens die maand uitdaging ook echt iedere dag bijgehouden wat we wogen. En ja, het is ongelooflijk eigenlijk na zo'n maand dat je toch wel wat kilo's kwijtraakt en ook ja, hoe gezonder je voelt. Dus het was echt ja, supergoed en superleuk. En ja, daarom eigenlijk mijn enthousiasme over paleo, gewoon met wat het wel niet doet met je. En dat wil ik graag dat jullie op deze manier overbrengen. En hoe leuk zou het zijn als ik mijn enthousiasme jou ja, in gang kan zetten om wat te gaan proeven met paleo. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Hartstikke leuk als je ja, wat recepten gaat testen van paleo. En natuurlijk zou het helemaal top zijn als je ook ja, echt de paleo-uitdaging aangaat. Dus echt door een maand lang paleo te gaan eten. En ja, dat is ook de reden waarom ik het aanbied. Omdat, weet je, als je een maand echt iets gaat doen, dan pas ga je gewoon ja, echt een verandering brengen in je eetstijl. Want dat is wat paleo is. Het is een eetstijl, het is geen dieet. Weet je, je gaat gewoon op een leuke manier ontdekken ja, hoe lekker je ook kan eten.